naast het reguliere speelplezier bieden wij ook een uniek concept aan, namelijk oppasservice voor het winkelend publiek. Dat is natuurlijk ideaal voor ouders. Enerzijds kunnen ouders lekker even rustig gaan winkelen in de stad en hun kinderen hier onderbrengen onder begeleiding van een van onze medewerkers. Maar daarnaast is het ook heel erg leuk om gewoon gezellig met je gezin te gaan winkelen en daarnaast nog met je kinderen hier naartoe te komen om een aantal uurtjes te spelen en de ouders kunnen zich terugtrekken in de brasserie. Ja. Hebben de winkeliers van Maastricht dit nu bedacht? De winkeliers van Maastricht hebben dit niet bedacht, maar zijn wel razend enthousiast tot op heden. Tenminste de reacties wat wij tot nu toe hebben vernomen. Waarom zijn ze enthousiast? Omdat er zijn veel winkeliers waar jonge gezinnen komen. En het is natuurlijk ideaal als de ouders hun kinderen hier kunnen onderbrengen. Waardoor ze ook meer tijd en rust hebben om te spenderen aan het winkelen. Ja, 2 keer euro's voor de winkeliers en voor jullie. Ja, precies. Ja, wie heeft dat nu bedacht? Het concept oppasservice, dat hebben wij geheel zelf bedacht. Een aantal medewerkers, eigenaar, ikzelf ook, zijn ook gelukkig ouder. En zelf liepen we daar ook tegenaan. Als je naar de stad gaat, zou het toch wel fijn zijn als je kinderen ook een aantal uur kunt onderbrengen. Op dit moment is of was dat er nog niet. Dus vandaar dat wij ook dit concept in het leven hebben geroepen. En we hebben ook een stukje marktonderzoek verricht. En we merkten toch ook wel dat er vanuit de markt vraag naar was en is. Ja. Waarom in een kerk? Waarom in een kerk? Nou, we zijn toch op zoek naar een uniek concept. Want je hebt in heel Nederland heb je al een x-aantal indoor speeltuinen. De meeste ook gelegen in een standaardgebouw, loods, noem maar op. We wilden ons toch een beetje gaan onderscheiden. Ja, waarom dan? Waarom is dat nodig? Voor de kinderen maakt het niet uit volgens mij. Dat klopt, maar toch heb je toch te maken met een andere sfeer, andere ambiance. En een kerk biedt ook heel veel mogelijkheden. Omdat je hebt te maken met een heel hoog gebouw, waardoor je dus zelf ook flink in de hoogte kunt bouwen. Zo hebben wij een trampoline op 10 meter hoogte. Ja, dat is voor kinderen heel erg spannend en erg uitdagend. Maar we hebben ook verschillende glijbanen als kinderattractie, die ook flink op 10 meter hoogte gebouwd zijn. Stijl naar beneden gaan en de ouders zelf vinden het ook nog vrij akelig hoor, om er vanaf te toeven. Maar goed, zo'n gebouw biedt natuurlijk vele mogelijkheden met zich mee. En waar kun je binnenspelen in een kerk? Nu, het is behoorlijk geïnvesteerd. Ik wil het bedrag niet vertellen, maar wanneer heb je dat eruit eigenlijk? Is dat binnen een half jaar als het goed loopt? Dat is niet binnen een half jaar. We hebben namelijk toch een enorme investering nog moeten doen in het gebouw zelf, in de kerk. Omdat het ook een aantal jaar toch geen doeleind meer had. Het was verwaarloosd. Naast de Maastricht... Nou, het is niet verwaarloosd. Het gebouw is van de Maastrichter Staar. En zij repeteerden hier ook nog een aantal dagen in de week. Maar daarna stond het gebouw leeg. En dus wij hebben wel flink moeten investeren nog in de kerk. Maar natuurlijk ook in de kinderattracties. En om dat terug te verdienen, dat gaat toch ongeveer 3 tot 5 jaar duren. Dus echt een lange termijn investering. Ja, dat houdt in dat we ook zeker minstens 10 jaar hier nog blijven zitten. Dat is wel de bedoeling. Ja, wanneer ben je uit de kosten? Moet je dan zeg maar 20 kinderen, 100 kinderen per dag? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat je hebt natuurlijk te maken met pieken en aan dalen. We streven naar ongeveer 80.000 bezoekers op jaarbasis, willen we uit de kosten zijn. Alleen realiseren we ons ook, we zijn natuurlijk nu startend, dat dat voor het eerste jaar moeilijk haalbaar zal zijn. En stel nou dat het lukt en dat het een succes is. Ja. Er zijn nog andere plaatsen in Limburg, hè, met ook grote winkelcentra. Ja. Wie weet. Ja, Roermond, de winkelstad van Limburg. Ja. Ja. Nou ja, kijk, wie weet. We zijn een soortgelijk concept bestaat al in Amsterdam, Tunfun. Dat is ook een indoor speeltuin gelegen op een unieke locatie, namelijk in een hele oude autotunnel. Naar aanleiding van dat concept hebben wij de indoor speeltuin ook hier naar het zuiden gebracht, Maastricht, omdat dat er gewoonweg nog niet was.
Maar als dit allemaal loopt volgens plan en we zijn ook groeiende, wie weet in de toekomst wat de toekomst met zich meebrengt. We staan overal open voor. We willen gaan kijken inderdaad of we met het bedrijfsleven hier in Maastricht en de omgeving kunnen gaan samenwerken. Enerzijds voor kindgerelateerde activiteiten, wat bedrijven dus bij ons kunnen organiseren voor onder andere het personeel. Maar anderzijds kunnen bedrijven ook activiteiten organiseren voor het personeel zonder kinderen, maar dan wel kinderopvang aanbieden bij Funveel. Daarnaast willen we ook graag kindgerelateerde activiteiten in samenwerking met bedrijven gaan organiseren op het gebied van grootschalige evenementen, noem maar op. Ik kan een voorbeeld geven. Te denken valt aan een modeshow, wat we met een bekend kledingmerk hebben georganiseerd in Amsterdam. En dat vindt dan 1-2 weekenden plaats. Kinderen kunnen dan over een catwalk lopen, dragen de kleding van desbetreffende kledingmerk. En achteraf is er ook een mogelijkheid tot het kopen van het product. Dus dat soort activiteiten willen we hier ook naar de kerk toe brengen. De TFAF komt er ook weer aan. We willen ook kijken naar een soort kinderkunstbeurs hier in de kerk. En de opbrengst gaat dan naar een goede doel. Dus daar zijn we ook mee bezig. Wat is nou het grote verschil met het kinderdagverblijf? Nou, kinderdagverblijf heb je te maken met een andere wet en regelgeving. En kinderen worden daar ook ondergebracht voor minimaal 4 uur, maximaal 8, 9 uur op een dag. Nou, dat mogen wij dus niet. Onze oppasservice, dat wil ik wel even duidelijk vermelden, is voor 2 uur. Ga je over die 2 uur heen, dan heb je te maken dus met de andere wet en regelgeving. Dus de oppasservice hier is echt 2 uur. Max? Max, ja. Dank u wel. Prima.